3, 2, 1. Hey, what's up? Ik ben Johnny 13, host van de iBoardcast Video Podcast, de Nederlandse Action Sports Video Podcast. Elke week ben ik op pad om een nieuwe video te maken, maar een aantal weken geleden was ik op pad om een nieuwe fiets te kopen. En ik wou een beetje een stoere fiets, dus ik was op zoek naar een fictie. En op internet kwam ik fiets tegen. En niet zomaar fiets, V-Y-D-Z. Fiets. En op een website vond ik een aantal hele toffe single gear ficties. Het is heel simpel om de fiets op internet te bestellen. Als je dat voor 1 uur doet, dan heb je hem de volgende dag al in huis. Maar ik kon daar niet op wachten, dus ik had een special treatment. Dus ik ben naar het magazijn gereden en ik heb een eigen fiets opgehaald. Dit is de Black Pearl, uitgevoerd met een mat zwart frame, zwart zadel, glanzende rode velgen, zwarte banden, zwarte spaken, zwart stuur, zwarte ketting en een zwarte crankset. Er zit een handrem op het voorwiel en er zit zelfs een standaard op. De fiets komt in een aantal hele toffe kleurtjes. Striking green, classy red en er was een limited edition jet set. Dit is een hele vette fiets. Smalle bandjes, lekker snel. Kort stuurtje, rechter voorvork, dus je kan lekker snel door de stad heen cruisen. Lekker snel bochten maken. Er zit een goed verzet op, dus je kan heel hard fietsen. En ook buiten het fietspad gaat hij als een malle. Dit is een hele prettige fiets voor een hele scherpe prijs. Dat is ook wel een van zijn voordelen. €219 voor een fiets is echt een hele, hele strakke prijs. Ook een aantal nadelen. Er zit een terugtraprem op. Dat hoort eigenlijk niet op een fictie, vind ik zelf. Maar het is wel heel erg prettig, want dit maakt je wel een stuk zekerder. Er zit ook een standaard op die fiets. Heel erg makkelijk, maar ik vind zelf dat dat niet op een fictie thuis hoort, dus ik ga hem eraf halen. En ook doordat hij een terugtraprem heeft, kan je het voorremmetje er ook wel afhalen. Deze fiets is mat zwart met knalrode velgen en dat betekent dat als je in de stad bent, je fiets zo opvalt en je pikt hem zo uit het fietsenrek. En voor de rest, ja, als een fiets €219 kost, dan zijn er wel een paar kleine dingen waar je dan op inlevert. De lak was niet zo heel erg hard en ik heb ook al een trappetje moeten vervangen. Maar als je die kosten daarbij optelt, is het nog steeds echt een hele goede fiets voor een hele scherpe prijs. Ik ga hier heel veel plezier van hebben en ik ga snel een rondje rijden. Mazzel!